Waarom maak jij niet een neutraal uitzending over je collega-journalisten die omgebracht zijn? Vandaag heeft een grote groep pro-Palestijnse activisten het Amerikaanse voorbeeld overgenomen, namelijk universiteiten blokkeren. Dat hebben ze nu gedaan in Amsterdam en daarbij zijn meerdere journalisten ernstig geïntimideerd, waaronder mijn collega Sarah Bakker. Jojo, nee. Mijn kant is waar ik heen ga, lieverd. Echt, dat bepaal ik echt zelf. En dan kan je naast me gaan lopen, dat maakt me ook niet zo gek voor uit. Ja, ik vind dit vrij intimiderend. Het is er prachtig uit binnen. Als je binnenkomt, denk je van, ik ben in een kleuterschool. Zo lijkt het binnen. Het is het laatste, maar lekker gek doen. Mag dat? Een kleuterschool, er worden mensen geslagen met stokken. Journalisten worden daar weggedreven. Een kleuterschool, meneer? Hoe komt u daar nou bij? Dat van anarchie daar. Ik heb dat niet gezien. Begrijp je dat dit behoorlijk intimiderend voor ons overkomt en dat het heel moeilijk is? Ja, maar kom eens hier dan. Je kunt het ook hier vertellen. Waarom vertel je het niet hier? Nou, vertel het. Vertel het vooral. Ik denk dat intimidatie moet je niet inzoeken, gewoon anonimiteit. Want... We worden uitgescholden voor zionisten hier achter je. Ja, voor kankerzionisten. Waarom maak jij niet een neutraal uitzending over je collega-journalisten die omgebracht zijn door de zionistisch IDF-leger? Dat moet jij eens een keertje gaan doen. Mag ik u even ook wat vragen, meneer, in plaats van dat het van één kant komt? Nee, doe maar niet. Er is een gesprek mogelijk, maar dan wel vanuit één kant. Ik krijg geen kans om een open vraag terug te stellen, laat staan een kritische vraag. En we zijn nog maar bij de ingang. Ga praten met die camera, wat zit je mij te filmen? Je had beter een hoer kunnen worden op de wallen. Oh, zo? Gewoon hier weg, man. Jullie komen doden verstoren. Op donderen. Hier achter mij ziet u het tentenkamp dat de activisten hebben opgezet nabij en rondom de universiteit. Zij hebben meerdere bruggen ook geblokkeerd, zoals u hier ook ziet. Met daarop Palestijnse vlaggen, een soort houtbarricade met ook her en der wel wat spijkers. De gehele dag hebben wij signalen vanuit de politie en van mensen binnen in de vesting te horen gekregen. Hè, dat zij, ja, het is ook laat voor mij jongens, dat er signalen zijn dat mensen ons iets mogelijk aan zouden willen doen. Ook de politie heeft ons nadrukkelijk meerdere keren geadviseerd, ga het terrein niet meer op. Het is persvrijheid, het is de veiligheid van Joden in Amsterdam. Hè, deze buurt jongens waar we nu staan, hier woonden zoveel Joden hier voor de oorlog, die nu hier tegen deze gevels weer galmt nu een oproep tot intifada. Bedenk je even in, het zijn een soort knokploegen op straat. Ja, dat doet denken aan die ene periode uit de geschiedenis, hè? Dat dus opgejutte relschoppers, aangezet door agitators van buitenaf, de pers het werk onmogelijk maken, het onveilig maken. Durf je die vergelijking al te trekken? Ik vind dit echt lijken op de SA-methode. Dat durf ik onderwekkerd hier te zeggen. Als jij op straat gaat intimideren wie er wel of niet journalistiek werk mag doen, wie wel of niet een terrein mag betreden, dat zijn gewoon fascistische methodes. Er zijn 40.000 mensen al omgekomen, inclusief 100 journalisten. Bijna alle ziekenhuizen, medisch personeel, alle conventies van Genève, internationaal recht wordt geschonden in Israël. Daar vragen wij aandacht voor, dat is alles. Aandacht vragen voor dit onderwerp, ik denk dat dat veel mensen nog wel begrijpelijk vinden. Invloed uitoefenen, doe je dat niet aan de tafel met bestuurders? Mm-hmm. Met degelijke argumenten, met feiten. Zo los je uiteindelijk toch een conflict op. Ja. Ik hoop ook dat er 3 fracties zijn binnen de gemeenteraad die een spoeddebat aanvragen om vervolgens aan de burgemeester te vragen om niet in te grijpen. Om dit gewoon te tolereren als vorm van democratie. Een vorm van democratie waar journalisten zoals wij niet welkom zijn? Zijn jullie niet welkom? Ja, AT5 wel. AT5 loopt binnen rond. En heel veel andere journalisten. Dus misschien is jullie verslaggeving een beetje tendentieus. Zou dat zo? Nou, ik denk dat uw beeld van democratie niet helemaal juist is. In een democratie sta je alle vormen van pers toe. Ja, maar jullie hebben wel een geachte naam hoe daarover te verslaan. Ja, en daar kunt u over verschillen van mening. Ja. Maar in een democratie zijn alle vormen van pers welkom. Dat is hier binnen dus absoluut niet het geval. Nee. Nou ja, er wordt in ieder geval geen geweld gebruikt en dat suggereer je. En dat is een van de tendentieuze dingen waarvan ik zeg van nou, ik kan me wel voorstellen dat je niet binnen toegelaten wordt. U gaat mij beelden laten zien. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, precies. Nee, dit gaat te ver. Ja. Vanaf een afstandje hebben wij de charges van de mobiele eenheid kunnen volgen. Inmiddels staat er een groep omsingeld door de ME. Wat daarmee gaat gebeuren is nog een beetje de vraag. Maar feit is wel dat deze bezetting
is opgelost. Als u deel uitmaakt van de ingesloten groep, dan zult u worden aangehouden ter zake erfvredebreuk. En u zult worden overgebracht naar een arrestantencomplex. Het is 4:30. Ja, iedereen is net weggehaald. Ja, moet je zien, joh. Kijk dan. Dit valt gewoon allemaal niet eens te beschrijven. Ik zie muffins, tassen. Daar ligt gewoon voor een hele supermarkt aan voedsel. Laten we eens gewoon, ik weet niet eens waar ik naartoe moet lopen, maar laten we hier eens kijken. In deze tent. Die zijn er gewoon van uitgegaan dat ze hier dagen, misschien wel weken, zouden kunnen gaan vertoeven. Een megafoon, zou die het nog doen? Hallo? Ja, deze doet het nog. En zoals je misschien hoort, er is hier helemaal niemand meer. Het is rond 4:30 inmiddels. Als we hier ook kijken, we zien boodschappen. Nou, om het misschien wel een week mee uit te houden. En dat ligt niet alleen hier, maar dat ligt overal op dit terrein. Nou, je ziet het, al die tenten. Hier een zaag voor de barricades. Bedenk even dat de mensen die deze schade hebben aangericht, de hoogopgeleide mensen van Nederland straks zijn. De toekomstige doktoren, advocaten, noem het allemaal maar op. Die hebben dit aangericht. Nou ja. Ik blijf verbijsterend kijken wat hier voor pleurenzooi allemaal ligt. Ik ga naar bed. Ik ga slapen. Ik kom nauwelijks meer uit mijn woorden, joh. Veel mensen vragen zich af, dat lezen we onder andere op social media, waarom er niet eerder is ingegrepen. Kun je dat verklaren? Ja, bij zo inzet ga je tactische belangen afmaken en ook belangen ga je kijken van wat is op dit moment nodig. En wat ook goed is om uit te leggen is dat wij niet gaan over wanneer iets wordt ontruimd. Daar gaat de burgemeester over en de driehoek zeg maar in zijn geheel. En die hebben uiteindelijk besloten dat het gebied rond vanaf 2:00 ontruimd moest worden. Ja, er is een speciale politie-shovel is er geweest om die barricade te doorbreken. Om vervolgens zeg maar, met de ME-troepen daar naar binnen te gaan en eigenlijk deze personen in te sluiten en vervolgens aan te houden. En bij dat is er ook geweld gebruikt door de demonstranten. Er is onder andere met vuurwerk gegooid en met bakstenen naar mijn collega's. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.